persoon is geobserveerd die onder bepaalde omstandigheden allemaal hetzelfde gedrag vertonen. Alleen zijn er altijd een paar, een klein groepje wat zich afzondert en wat ergens onder een aparte modderkluitje experimenteert. Ik zijn eigenlijk bacteria nodens. Om vrij te bestaan, min of meer vrij, dat zijn degenen die de toekomst gaan maken. En ik denk ook zeker dat op de ADM en op plekken als de ADM, er zijn er gelukkig nog meer in Amsterdam, dat daar mensen nu leven en experimenteren en dat zij een pad naar de toekomst aan het banen zijn. Voor de scharrelmens met vrije uitloop.